Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschap shoplog. Het is de week dat ik geen kinderen heb deze vakantie. Daar heb ik maar 2 van, bij de zomervakantie. Dit is de eerste. Dit is een beetje achtergrondinformatie over hoeveel boodschappen wij nodig hebben. We zijn dus heel de week maar met z'n 2. Maar dat betekent ook dat ik echt wel heel de week goed kan opletten wat ik eet en wat ik tot mij neem. In het kader van #healthylifestyle. Dus dat ga ik allemaal laten zien aan jullie. Ik ga ook wat meal prepjes weer meenemen. Wat ik allemaal had bedacht, wat ik nog niet heb gemaakt, wat ik nog ga maken. Zoals alles heb ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Dus als je inspiratie zoekt, kan je altijd in de beschrijving kijken. Ik heb dit keer niet echt receptjes of zo, maar hè. Just so you know. Verder wil ik even aangeven dat ik misschien een aantal dingen veel dubbel heb. Omdat ik vergeten was mijn winkelmandje aan te vullen voordat de tijdslot dicht ging om extra boodschappen te bestellen, bijbestellen. Dus ik was naar de Jumbo geweest voordat ik naar het pick-up point was gegaan. Zeg maar aan de andere kant van het gebouw. En ik had wel even gekeken naar wat ik ongeveer had besteld, maar blijkbaar niet goed genoeg. Dus van sommige dingen heb ik gewoon ook extra veel. Maar dat geeft niet, komt vast en zeker allemaal op deze week. Het was bij de pick-up point €84,77 en bij het afrekenen €43 nog wat. Dus zeg maar zo'n €125 of zo in totaal, give or take. Wat voor 2 personen echt wel zoveel is. Mijn doel is altijd een beetje rond de €50 de man te blijven. Maar ja, it takes me less dan. Dus ja. Without further ado, wij gaan aan de boodschappen beginnen. Het avondeten is echt een beetje karig, maar dat ga ik uitleggen. En de rest is echt allemaal huge, maar dat komt allemaal goed. Ik ga het vertellen. Vanavond heb ik een afspraakje bij een vriendin, waar we uit eten gaan. Dus ik heb niks nodig. Er staan nog een 1-persoons lasagne in de vriezer, dus dat is dan voor Pascal. Morgen eten we gehaktballen met sperziebonen en ik heb nog een half zakje aardappelpakketjes. Dit zijn natuurlijk al mega veel gehaktballen voor 2 mensen. Maar dan kunnen we van de week nog een aantal keer op brood doen of meenemen met salade of wat dan ook. Dus dat is helemaal goed. Dat gaan we gewoon invriezen. We eten ook een keertje soep met afvalbroodje. Ik heb namelijk deze week 3 diensten tot 6 uur. Dus dan eten we echt pas om een uur of 7, half 8. Dus dan is het makkelijk als je iets simpels eet. Dus dan eten we soep met brood. Of we eten kant-en-klaar nasi, want dan hoef ik zelf geen nasi te maken. Met kipsaté. Of we eten een biefstukje met brood. En dan zijn we alweer op zaterdag aangekomen. Zaterdag ben ik jarig, zodat we dan gaan eten. I don't know, het kunnen friet met snacks zijn. Misschien gaan we uit eten. It just depends. En dan is zondag eens eventjes een whatever flows our boat dag. Ik had niet zo heel veel zin om er ook wat voor te regelen. Omdat dan ook de kinderen van Pascal dan komen. Dus we kunnen even kijken wat we dan s'avonds doen. Of dat we dan nog alsnog de frietjes eten. Of ik heb nog een zak met poffertjes liggen. Dus dat soort dingetjes. Ik heb extra flesjes water, altijd handig voor naar ons werk, et cetera, et cetera. De vla, omdat ik van mijn logopedist nog steeds moet oefenen met dik vloeibaar door een rietje naar binnen te zien te werken. Dus heb ik een keer aardbei vanille in plaats van eenmaal vanille. Dan heb ik ook nog de ingrediënten voor de mason jar soepjes, omdat ik deze week toch ook weer ga werken. En die sowieso goed vullen en heel laag calorieën zijn. Dus je hebt dan bijvoorbeeld ketchup, sriracha saus. Bosuitjes heb ik nog. Dan doe je champignons en wortel en spinazie en tuinkruiden en zo. Doe je allemaal in een potje en dat je alleen maar heet water bij hoeft te doen. Dus dat heb ik ook gehaald. Ik heb slapen tussen de middag. Ik heb kipfilet, lekker maagbeleg, boterhamworst, grillworst, hummus. Ook voor de kip, maar ook voor de paprikaatjes en de courgettes. Of courgettes, komkommers zijn dit. Dus ik heb gewone hummus en soms droge tomatenhummus. Ik heb dus een heleboel van dit soort potjes, want ik dacht dat ik ze niet had besteld, maar ik had ze wel besteld. Dus ik heb de vanille en de karamel, super lekker. Een extra blok met kaas, want we zijn aan het laatste voorraadblokje kaas begonnen. Voor nu, voor tussenmiddag, heb ik lekker carpaccio gehaald voor ons 2. Lekker mager. Crystal Clear, cola light zonder cafeïne. Ik heb deze terwijl in de aanbieding 2 voor €3. En dan kan ik met deze 2 in ieder geval hele magere spaghetti maken voor in de vriezer. Kunnen we even ook nog eten. Dan zondag wat we willen. En dan heb ik deze erbij genomen. Kan ik eventueel ook gebruiken voor de soepjes. Of om gewoon iets anders mee te maken of in te vriezen. Komt allemaal wel goed. 2 pakjes roomboter. Deze kwam ik tegen. Kipfrietjes. Zijn gewoon kipstukjes gekruid en wel. Dit is altijd handig als tussendoortje of in de salade. Lekker groot. Hoeveel proteïne zit hierin. Koekjes, vanillekoekjes, sommel, eierkoekjes, aardbeien, frambozen, bananen, worteltjes om te snacken, ook lekker met de hummus. Deze had ik vorige keer, die zijn super lekker. Die zijn wat hoger in proteïne als de gemiddelde notenmix. Niet heel erg veel hoor. En je moet wel goed opletten, er zitten ook veel koolhydraten en vetten in. Maar ze zijn wel lekker. En ook gewoon lekker ongezouten cashews, dat is ook wel goed als je een beetje die zou vertrekken. En dan een hele bak toiletpapier, want dat was helemaal op. Dus al met al toch een heel boodschappenletje. Daar heb ik natuurlijk best wat meelpreps gemaakt, die staan gewoon in de vriezer. Dus dat ik nu ook nog spaghetti meelprep kan maken. Want ik heb nog gehakt in de vriezer liggen ook en saus. Dus daar kan ik dan ook een paar maaltijden mee maken. En dan hoef ik niet alles precies helemaal uit te vogelen. Vind ik wel lekker. We zijn in principe deze week dan met z'n tweeën. En dan zondag komen zijn kinderen van Pascal. Maar of ze met eten al komen of pas daarna, dat ligt er eventjes aan. I don't know, maar we kunnen dus flexibel daarmee omgaan. Dat was het voor deze video. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. En wat ik aan mealpreps en snacks en zo maak. Kijk er ook eventjes naar. Vind je die soort video's leuk? Dan is video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!